ik ben dus Ellie van Maurik en ik ben altijd op de eilanden blijven wonen. Ik ben in de Oosterburgerstraat geboren, Oosterburger-Middenstraat. En toen zijn wij verhuisd naar de Conradstraat. En toen ik een jaar of 10 was, zijn we naar Wittenburg vertrokken. En dat is dan boven de winkel van Jantje van alles geweest. En na mijn trouwen, toen was ik 21, toen ben ik naar Kattenburen gegaan. Dus vandaar dat ik best wel veel weet over de eilanden. En vooral met zijn winkeltjes natuurlijk. Hier waar dat grote gebouw staat, daar was de Kattenburger Voorstraat. En daar begon eigenlijk Kattenburg. En als je daar onder dat poortje kijkt, daar was ongeveer de tweede Kattenburger Dwarsstraat. En daar begonnen de winkeltjes al. En daarachter lag dan de kleine Kattenburgerstraat helemaal. Ik ben op Wittenburg geboren in 1943, derde Wittenburger Dwarsstraat. En dat noemden ze het lange eentje, want het was helemaal achteraan. Dus je moest die hele straat doorlopen. Nou, daar hadden we allemaal winkeltjes op ieder hoekje bijna. Hier was dus op de hoek ongeveer de melkboerheerschap. En hier tegenover woonde ik, op nummer 20. En ik ben geboren in de derde Wittenburger Dwarsstraat op nummer 30. En dat is hier een stukje verder de straat in. Op de andere hoek had je de bakker. Robeek. En had je om de hoek had je een drogisterijtje, kruideniertje, Juffe Gans. Maar daar kwam ik eigenlijk nooit. Het waren echt hier die winkels. Dus, en in de grote straat had je nog een groentewinkel Schone. En dan had je nog de aardappelenloods hier. Aardappelenloods van Bouwman. En ja, dit was dus mijn stukje. Dat waren natuurlijk nog echt de ouderwetse winkeltjes met heel veel volk in de winkel. En ja, er werd natuurlijk veel gepoft. Er waren heel veel zelfde soort winkeltjes, waardoor die concurrentiestrijd dus hartstikke groot was. Ja, poffen is als je geen geld genoeg hebt om je dagelijkse boodschappen te doen. En dan kwam je op de lijst te staan als je een pakje boter nodig had. Mijn moeder stuurde me dan naar het Hammerhuis en dan zei ze, oh, mijn boter, haal even een pakje bleuband, want de boter is op en dus laat het maar opschrijven. Je vader betaalt vrijdag. En dat, maar ja, soms werd die lijst zo lang dat je gemaand werd, hè, iedere keer. Dus, en dan durfde ik natuurlijk niet meer naar die winkel. Nou, ik ga er niet meer naartoe hoor, want hij geeft het toch niet. Toen hadden wij geen telefoon. En als er een telefoon voor ons was, werd er altijd even geroepen, Rietje, telefoon voor je. En dan moest je gauw naar de bakker gaan. Als je de winkel binnenkwam en er was niemand binnen, dan riep je volk. En dan, nou ja, dan kwamen ze van achteraf, want meestal hadden ze dus, woonden ze achter de winkel. En dan kwamen er weer andere klanten bij. Nou, en dan had je hele gesprekken. En dat was dus echt, nou, daar was je echt wel een uur onderweg. Dat was eigenlijk het gezellige. Vandaar dat die mensen ook allemaal in zo'n winkel bleven hangen. Ook als je klaar was en je had je boodschapjes al lang ingepakt, dan stonden ze nog te kwebbelen. En dan kwam er alles los. Mensen die op Wittenburg woonden, die hadden dus ook niks te maken met Kattenburg. Daar gingen ze ook niet naar winkels toe. En ja, ze liepen er misschien eens doorheen als ze zo'n kortere weg naar huis wilden nemen over het Tippenbruggetje. Ja. Maar, en dat was ook zo, want ik heb dan in al die straten gewoond. Ik kwam toen ik op Wittenburg woonde, niet op Kattenburg. We zijn dus op een gegeven moment benaderd door twee kunstenaars die hier op Kattenburg een kunstwerk wilden neerzetten. Nou, ik heb al deze winkeltjes in kaart gebracht. En van wat ik wist en ook door andere mensen natuurlijk geholpen en weet je dat dit daar was en dit daar. Dat is van voor naar achter iets van 95 winkeltjes of zo. Dat hebben ze dus zo op deze manier afgedrukt. Erg leuk. De schillenboer die kwam dan bij ons de trap op, ik denk overal wel. En dan haalde je je afwasbakje aan mijn moeder altijd samen met alle schillen. En, nou, dat haalde hij, en dat ging dan in de kar en zo, maar die kwam erboven. Jantje van alles, in die tijd was het gewoon heel gezellig door Jantje van alles. Want wij zaten naast een school, dus de katholieke school waar ik op zat. En al die kinderen tussen de middag, die kwamen dus in die grote vitrines, had hij allemaal snoepgoed. En dan gingen die grote vitrines open en dan stonden ze allemaal in een rij. En dan kwamen de kinderen snoepjes kopen van alles en nog wat had hij. Van stroopsoldaten tot puntdroppen en nou, dat soort dingen allemaal. En als de bel ging van school, dan stuurde hij ze ook een heel resolute deur uit. En nu naar school en nu wegwezen. Hij had pannen, hij had snoepjes, hij had petroleum, keukentrapjes, flessenreinigers, nou, lampen, sigaretten.
nou, noem het maar op. Jantje van Alles verkocht dus elektrabuizen, PVC-buisjes, waar hij hoelehoeps van maakte. Stokje erin, spijkertje erdoor en hij verkocht zijn hoelehoepje. En mijn moeder heeft hier met mijn broer en zusje staan hoelahoepen. En dat was meteen een mooie reclame natuurlijk, want iedereen wilde gelijk een hoelahoep hebben. Dus hij heeft de hele middag hoelahoep staan maken hier. Nou, dit was dus de eigenlijke straat. Alleen ja, wat er toen was, dat is er natuurlijk niet meer. De linkerkant van de straat was een hele rij voorbij de kerk, alleen maar winkels. En bedrijfjes en een kapper en een bakker en een kruidenier. Op dit stukje kon je eigenlijk haast alles krijgen. Ik heb er een hele goede tijd gehad. En ik niet alleen, maar eigenlijk alle Witteburgers. Ja. Het is echt... En door de sanering ben ik dan hier op Kattenburg gekomen. Nou, ik denk dat de sanering begonnen is in 58. En dat we hoorden dat we weg moesten van Witteburg, nou, dat was een verschrikking voor mijn moeder. Ze begonnen dus aan de gracht te slopen en ik woonde helemaal achteraan op Kattenburg, met het gevolg dat ik op een gegeven moment door de puinhopen moest om naar de gracht te komen. Helemaal plat gegooid. Er was ook niets blijven overeind op Kattenburg. Nou ja, Witteburg is voor meer dan de helft plat gegaan. En waarom dat nou geweest is, ik heb wel eens horen vertellen dat het voor de bouw van de IJ-tunnel is geweest, maar of dat waar is, dat weet ik eigenlijk niet. Daar weet ik te weinig van. In de kleine Kattenburgerstraat waren zoiets van 95 winkeltjes. En nu hebben we alleen op Witteburg Albert Heijn en dat is het. Dus dat valt heel erg tegen. En ik woon hier nu 35 jaar en er is nog nooit een winkel bijgekomen. Nee. Het is eigenlijk schandalig natuurlijk, want alles wat je nodig hebt, moet je naar andere buurten. Al heb je een klosje garen nodig, moet je naar de Dappenstraat. Er is gewoon niets te krijgen hier.